De Putter & Co. Uw partner voor managementadvies, recrutering, overname- en fusiebegeleiding en logistieke consulting. En welkom bij Transport en Van TV. Philippe die kon er jammer genoeg niet bij zijn vandaag, want hij is aan het filmen in het buitenland. Maar hey, we zijn hier in het zonnige België en we zijn vandaag op bezoek bij A&D Trucks & Trailers in Izegem. Aanbieder van kwaliteitsvolle en betaalbare services rond trucks en trailers. Zo dadelijk meer hierover, maar eerst starten we met een kort nieuwsoverzicht. Zeventien maanden na de brand is de nieuwe MAN-werkplaats in Paal weer officieel geopend. De nieuwe garage is dubbel zo hoog en de doorgangen zijn breder dan voordien. Er zijn ook vier extra poorten voorzien, inclusief twee bruggen, en dit om de TGE-reeks in te richten en te onderhouden. De inrichting van de werkplaats gebeurde met state-of-the-art technieken en materialen. De totale investering bedraagt zo'n 2 miljoen euro. Begin oktober vond de beurs Logistics & Distribution plaats in Brussels Expo. En dat is traditioneel het moment om de Gazellen Transport & Logistics uit te reiken. Tijdens dit netwerkevent, georganiseerd door Transportmedia in samenwerking met Trendstop en Easy Fares, kwamen 4D Trans, X-Swift en HS'ers Logistics Company uit de bus als snelste groeiers binnen hun categorie. En dan was er nog de verrassing van het Salon van Hannover. De gloednieuwe Ford F-Max die werd uitgeroepen tot International Truck of the Year. De truck haalde het voor het stadsgamma van Scania en de Volvo FH LNG. En dat is een knappe binnenkomer voor deze nieuwe speler op de markt. Al is hij voorlopig nog niet verkrijgbaar in België. A&D biedt opleggers ontworpen en gebouwd voor duurzaam en intensief gebruik en bovendien beschikbaar in verschillende varianten en afmetingen. Ja, en Christ... Jullie hebben een heel mooi aanbod, maar vertel eens, hoe pakken jullie dat allemaal aan? Wel, hier in Izegem zitten we met een bedrijf met een redelijk vlakke structuur, ook met een familiaal karakter. De klant kan hier terecht echt om een trailer te kiezen, te kopen in maat zoals hij wilt, echt custom-made. Hè. Tot in de zwaarste details gaan we een trailer bouwen. Ja. Ja. En hoe moet je dat dan zien? Want ja, jullie gaan wel heel breed met jullie aanbod. Dus is dat dan de ganse levensloop dat mensen hier terecht kunnen? Of wat bieden jullie aan? Van levering tot einde verhaal van de trailer. Dus dat gaat van herstellingen, depannages en jaarlijks onderhoud. Ah ja, oké. Wat ik me dan altijd afvraag is, wat onderscheidt jullie van andere bedrijven? Wij hebben tal van factoren dat we ons onderscheiden op de markt. Langs Vlaamse wegen komt men A&D tegen. Nog een hele mooie troef eigenlijk. En wij keuren hier al sinds ettelijke jaren bij ons intern in huis. Jullie zelf? Nee, wij worden ondersteund door een officiële keuringsorganisatie. Oké. Dus dat is toch ontzettend tijdsbesparend dan? Enorm. We hebben één, het tijdsbesparend facet, maar we hebben ook het ecologisch facet. Dus we hoeven niet over het weer te rijden naar een keuringsstation. Alles gebeurt hier intern. Ja, oké, goed. Dus slim voor het milieu en slim voor de portefeuille, met andere woorden. Hier beduidelijk een heel mooi aanbod. Op het einde van zo'n levensloop, dan gaat zo'n truck of een trailer naar de tweedehandsmarkt, veronderstel ik. Maar dat is ook iets dat jullie aanbieden. Sinds een paar jaar zijn we op die markt ingesprongen. Ja. Op onze nieuwe site hebben we de nodige ruimte om deze wagens tentoon te stellen. En kunnen we eigenlijk de tweedehandsmarkt ook bewerken. Ja, en daar hebben jullie inderdaad wel de ruimte voor. En daar ontdekken we straks veel meer over. Maar eerst trekken we naar Hannover, waar dit jaar opnieuw het mekka van de transport- en trailerwereld samenkwam. Tijdens de IAA in Hannover, een van 's werelds meest prominente internationale transportbeurzen, viel er weer een heleboel innovatief nieuws te rapen. In hal 14 en 15 was het al Mercedes-Benz wat de klok sloeg.
met een nieuw vlaggenschip, exclusieve speciale edities en veel entertainment. De blikvanger was uiteraard de gloednieuwe Actros. Mercedes-Benz Trucks profileert zijn nieuwe stokpaardje als de veiligste, efficiëntste en best geconnecteerde vrachtwagen van het moment. Het belangrijkste motto? Meer veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. We zijn heel fier om op de IAA de nieuwe Actros in wereldpremière voor te kunnen stellen. En je kan eigenlijk zeggen, we spreken over een game changer. Nu, die nieuwe Actros, gebaseerd op meer comfort, meer veiligheid en nog een lager verbruik. En hoe komt dat? Wel, we hebben toch een aantal belangrijke productverbeteringen aangebracht. Enerzijds, we werken niet meer met spiegels, maar wel met mirrorcams. Betekent, de chauffeur heeft een perfecte visibiliteit. Hij ziet niet alleen de cabine, maar ook tot het einde van de vrachtwagen en de oplegger. Ten tweede, hij kan ook perfect het voertuig manoeuvreren tot tegen de laadkaai, dankzij de displays in de cabine. De tweede verbetering is de multimedia cockpit. Wat bestaat dat? Enerzijds uit de twee schermen voor onze mirrorcams, maar ook dan ook twee schermen in het dashboard. Je kan die eigenlijk vergelijken met de nieuwe E-klasse. Dat geeft nog meer comfort voor onze chauffeur. Terzelfde tijd hebben we dan de Truck Data Center, die standaard wordt aangeboden in de nieuwe Actros. En ten vierde, een remote truck app voor de chauffeur, waarbij hij een perfecte controle geeft van buitenaf op het voertuig. Dat is de tweede verbetering. De derde verbetering is dan PPC tweede generatie, waarbij we nu nog een stap verder gaan. De vrachtwagen zal ook bochten, ronde punten, verkeerslimieten allemaal gaan detecteren en de snelheid automatisch aanpassen. Dan komt het verbruik te goede. Volgende verbetering is dan de Active Brake Assist, vijfde generatie, waarbij de voertuig automatisch zal stoppen wanneer een voetganger of een fietser de weg dwarst. En de belangrijkste verbetering is dan de Active Drive Assist, waarbij we eigenlijk de chauffeur het rijden nog verder comfortabeler zullen maken op basis van enerzijds de lane assist, zodanig dat het voertuig tussen de lijnen van het wegdek rijdt, enerzijds een adaptive cruise control, maar anderzijds gaan we ook werken op de veiligheid op basis van de Active Brake Assist 5, enerzijds en anderzijds ervoor te zorgen dat wanneer het voertuig het rijvak zou verlaten, dat hij automatisch terug naar het midden wordt getrokken. Dat is Active Drive Assist, dat is fenomenaal. En daardoor komen we eigenlijk als eerste leverancier, als eerste merk, eigenlijk in het semi-automatisch rijden. En dit alles samen met nog heel wat andere verbeteringen zorgt ervoor dat ons verbruik tot 5% verder kan verminderd worden. Enerzijds en anderzijds het gevoel van comfortabel en stress-free rijden voor de chauffeur merkelijk wordt verhoogd. Dat is dankzij de nieuwe Actros. Zoals ik daarnet zei, een echte gamechanger. Ook op de stand van Mercedes-Benz Vans viel er veel nieuws te rapen. Mercedes-Benz Vans presenteerde met de Vision Urbanetic een revolutionair mobiliteitsconcept dat verder gaat dan de bestaande ideeën over autonome voertuigen. Met Vision Urbanetic kunnen mensen en goederen in binnensteden on-demand, duurzaam en efficiënt worden vervoerd. Het innovatieve concept zorgt voor minder verkeer, ontlast de infrastructuur en verbetert daardoor de kwaliteit van leven in de stad. In this connection, it's very important that we reduce the number of vehicles in the cities. Therefore, it's very important that we are developing holistic systems, vehicles and solutions together. Which in summary means we would like to develop from a poor car manufacturer or vehicle manufacturer to a provider of mobility solutions. This means, for example, that on the one hand we are introducing new electric vehicles, but on the other hand we are also prepared to consult our customers concerning the right vehicles, because all of our electric vehicles will be scalable concerning the battery. Secondly, we have to consult our customers concerning their infrastructure, and also the vehicles have to be connected. So our electric vehicles will be a part of the Internet of Things and become part of the value chain of our customers. First of all, we have announced a few months ago already that we would like to electrify our whole fleet, which means the first vehicle was the eVito, and at the moment we are delivering the first vehicles to our customers. The second vehicle will be the eSprinter, which we just announced that it will be available next year as an electrified car with a reach of 110, respectively 150 kilometers at the beginning. And thirdly, we will also electrify
our small van, the Citan. MAN Truck en Bus is sinds de introductie van de TGE-bestelwagen een full-range aanbieder. Op de IAA in Hannover kwam het merk dan ook met heel wat vernieuwingen voor het volledige gamma. Op de IAA 2018 pakt MAN uit als full-range provider. Dit zowel in het personenvervoer als in het vrachtvervoer. In het personenvervoer tonen we onze TGE in de kleinste versie met 8+1 plaatsen tot onze Skyliner met 82 plaatsen waar alle inzittenden reizen in de grootste luxe. Qua vrachtvervoer pakken we uit met de TGE waar we vrachtvervoeren van 3 ton tot 250 ton in de grootste trucks. Voor die beide gamma's van personenvervoer als vrachtvervoer bieden we volledige aanpassing op klantenwensen. Dit zowel voor de bussen, maar ook voor het vrachtvervoer. Voor het vrachtvervoer kunnen we al heel ver gaan in onze configurator om de voertuigen op maat van de klant te bestellen. En kunnen we ook de voertuigen voorbereiden om zo goed mogelijk bij de opbouwer toe te komen. Wil de klant nog extra personalisatie, dan is dat mogelijk met onder andere het project zoals MAN Individual, waar het interieur perfect kan aangepast worden op wensen van de klant. Bij de trucks tonen wij enerzijds onze inzet op veiligheidssystemen en anderzijds op milieu. Veiligheidssystemen presenteren wij het comfortseringssysteem met daar al de bijbehorende rijstrookbewakingssystemen, maar ook een nieuwe dode hoekassistent. Op milieugebied presenteren wij op de IAA de nieuwe 9 liter D15 motor die dankzij zijn opmerkelijk lager eigen gewicht bijdraagt in een hoger laadvermogen. Ook dat deze motor geschikt is voor Euro 6D maakt een lager verbruik waardoor de CO2-emissie ook daalt. De motor is net zoals al onze andere motoren in ons gamma geschikt om 100% te draaien op HVO alternatieve brandstof. Bij de TGE presenteren we op de IAA de klantenversie van de ITGE. De elektrische TGE staat hier vandaag klaar voor de klant die hem kan bestellen en afhalen. Achter mij zie je een van de 9 voertuigen die momenteel actief ingezet worden in Oostenrijk in de distributie voor warenhuizen. Dit elektrisch voertuig met een laadcapaciteit tot 26 ton heeft een rijkwijdte van 180 kilometer puur elektrisch. Geen plaats voor dieselvoertuigen op de stand van Iveco. In samenwerking met Shell presenteerde Iveco enkel elektrische CNG en LNG voertuigen. De Italiaanse truckbouwer stelde in Hannover 5 versies van de Daily Highmatic Natural Power voor, als ook de Daily Electric Minibus, 2 Eurocargo's in CNG-versie, een 26 tons Stralis NP400 bakwagen en niet minder dan 7 versies van de Stralis NP. On a décidé tout simplement d'avoir une présentation très claire parce qu'on voulait un peu démonter certains mythes. Le premier mythe c'est les solutions alternatives existent aujourd'hui. On n'a pas besoin de forcément montrer des véhicules qui sont destinés pour aller sur la Lune ou sur la planète Mars. On a des véhicules aujourd'hui qui sont parfaitement commercialisés, qui sont en opération à travers toute l'Europe. Et on a été capable de faire un stand avec 18 véhicules, mais du van jusqu'au camion poids lourd, de bus électrique jusqu'au l'autocar low-entry à gaz, qui démontre qu'on est capable de faire un stand à IA sans aucun moteur diesel. Donc on est ici avec des solutions qui couvrent tout ce spectrum, bien adapté à ce dont le client a besoin, ce dont le client est capable ou peut payer, puisque le but aussi c'est d'avoir des alternatives qui sont compétitives. Faire quelque chose qui coûte trop cher et pour lequel un transporteur n'est pas capable d'avoir un retour sur investissement, ça n'a aucun sens aujourd'hui, parce que personne ne veut payer plus pour le transport. Op de Scania stand presenteert het Zweedse merk 7 trucks met 2 primeurs. De eerste is een nieuwe plug-in hybride distributietruck op basis van de L-serie. Daarnaast wordt ook de Scania Zone gepresenteerd, om transportbedrijven te helpen met werken in de binnenstad. Alle voertuigen op de stand zijn voorzien van aandrijflijnen voor duurzame alternatieve brandstoffen, inclusief biodiesel, HVO en CNG en LNG. DAF stelde 2 nieuwe prototypes voor, met lage tot zelfs geen CO2-uitstoot. De LF Electric en de CF Hybrid bevinden zich nog wel in prototypefase, maar worden weldra in werkelijke rijomstandigheden getest. De DAF CF Electric is uitgerust met een elektrische motor van 325 pk en lithium-ion batterijen van 170 kWh, voor een actieradius van 100 km. De LF Electric steunt op een Cummins-technologie en de CF Hybrid is intern bij de groep Paccar ontwikkeld.
In 30 minuten kan het voertuig volledig worden opgeladen, terwijl 20 minuten genoeg zijn om tot 80% op te laden. Het hoofdthema van Volvo Trucks draaide rond innovatie en ervaring. Zo werd voor het eerst een toekomstproject op het gebied van geautomatiseerd rijden aan het grote publiek voorgesteld. Daarnaast gaat de aandacht naar onder andere de iShift met kruipversnellingen, de iShift met dubbele koppeling en de Volvo Dynamic Steering, als ook naar de nieuwe klantenservice Volvo Connect. Dit portaal, dat één enkele interface voor digitale diensten en functies biedt, gaat op de IAA in première. De stand van Renault Trucks is voor een groot deel gewijd aan elektrische mobiliteit, want de Franse constructeur stelt er de voertuigen van zijn ZE-gamma voor. Renault Trucks kondigde onlangs de lancering aan van zijn tweede generatie zuiver elektrische vrachtwagens, de D-Wide ZE met vuilniswagenopbouw. Bij de Vans maakte Ford van het salon gebruik om de serie-uitvoering van de Transit Custom plug-in hybride te lanceren. Bij elektrisch rijden biedt de Transit Custom PHEV een actieradius van 50 kilometer. Ook Volkswagen kwam met een elektrisch offensief op IAA. Volkswagen liet naast de elektrische conceptcar ID. Buzz ook de Crafter Highmotion op waterstof en de e-transporter en de e-caddy zien. En dan was er nog groot nieuws voor PSA. Het trio Opel Combo, Peugeot Partner en Citroën Berlingo mogen de titel International Van of the Year achter hun naam schrijven. Ze laten hierbij de nieuwe Mercedes Sprinter achter zich. IAA 2018. Een beurs die dit jaar in het teken stond van uiterst groene mobiliteit. De voornaamste activiteiten van AND zijn productie en verkoop van trailers en ze bieden ook opbouwoplossingen op maat van de klant. En daarnaast verzorgt het bedrijf remtesten, brengt het voertuigen in orde voor de technische keuring en voert het herstellingen uit van schadegevallen zowel aan het chassis als aan de opbouw. Het bedrijf in de volgende reportage die is ook bezig met opbouw, maar dan eerder de opbouw van een netwerk. Herstal eind mei. Shell opent zijn eerste LNG-station in België en vormt het begin van een hele reeks investeringen in zowel ons land als in de rest van Europa. De olieproducent is vastberaden om een prominente rol op te eisen in de energietransitie naar aardgas. Ik denk dat het cruciaal is voor ons om te laten zien dat Shell actief is in de aanbod van alternatieve energie aan zijn klanten. En de eerste station LNG Shell in België is iets belangrijks voor ons. Et nous sommes fiers de pouvoir organiser cette ouverture. Well, I think you can see, as we invest in the infrastructure, we're expecting this to be for decades. We believe that we need to cover all of the main routes. Het nieuwe volledig automatische Shell-station hier in Herstal biedt naast de klassieke dieselpompen twee LNG-installaties die dagelijks 150 vrachtwagens van LNG kunnen voorzien. De eerste symbolische tankbeurt was weggelegd voor een voertuig van Vincent Logistics, het transportbedrijf dat al jaren experimenteert met LNG-voertuigen. Tout simplement parce qu'au niveau des émissions de CO2, il y a 20% de moins par rapport au diesel. De plus, lorsque l'on sait que la communauté européenne veut arriver à une diminution de 30% au cours des 15 années à venir, avec cette solution, nous avons déjà fait 70% du parcours. C'est le premier point. Le second point, au niveau sonore, le niveau sonore est extrêmement bas et fort similaire à celui d'une voiture particulière. Shell verwacht dat de vraag naar LNG zal toenemen en werkt hiervoor nauw samen met vrachtwagenconstructeurs, klanten en beleidsmakers om het gebruik van LNG als schone en goedkopere transportbrandstof te promoten. Het station in Herstal is dan ook een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van het LNG-netwerk in Europa. C'est la première station sur le territoire wallon et d'un exemple qui se veut vertueux. Si vous voulez demain effectivement ne plus avoir le diesel, uniquement le diesel, mais que vous voulez avoir des alternatives qui permettent d'avoir moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de particules fines qui sont rejetées, vous avez ici une solution pratique, technique, reconnue comme efficace. Op Europees vlak zal Shell zijn pijlen in eerste instantie richten op België, Nederland en Duitsland. De uiteindelijke ambitie is om in heel Europa aanwezig te zijn met LNG-installaties.
en dit binnen een termijn van 3 tot 4 jaar. Shell gaf ook nog mee dat het volgende LNG-tankstation in januari opent in Maasmechelen. AND is officiële invoerder en leverancier voor Pacton Trailers, System Trailers, Max Trailers en Frappa Carrosserieën. En sinds 2015 kwam er ook een eigen merknaam van opleggers. En die heet uiteraard AND Trucks en Trailers. En in de volgende reportage maken we kennis met een bedrijf dat ook een eigen identiteit probeert te creëren. Met meer dan 500 verkochte lichte bedrijfsvoertuigen per jaar mag Waasland Automotive zich een grote speler noemen in de regio rond de haven van Antwerpen. De Ford-concessiehouder uit Beveren stelt alles in het werk om het leven van zijn klanten zo zorgeloos mogelijk te maken. Door onze gunstige ligging zijn er heel veel bedrijven die zich in deze buurt vestigen. Zij hebben ook een nood aan snelle mobiliteitsoplossingen. Waasland Automotive heeft de laatste jaren enorm geïnvesteerd in het aanbieden van die totaaloplossingen. Getuigen daarvan zijn het uitgebreide wagenpark met vervangvoertuigen en de vele en ver doorgevoerde aanpassingen van voertuigen. Dit volledig in functie van de klant. Waasland Automotive zorgt voor alles, zelfs voor een eventuele homologatie. We waren op zoek naar een mobiliteitsoplossing. Voor onze bedrijfsvoertuigen, vooral naar de aankoop, maar zeker ook naar de naverkoop. Waasland Automotive biedt ons hier de perfecte oplossing aan. Wij waren op zoek naar een totaaloplossing. Dat hebben we zeker gevonden met Waasland Automotive. Alles was geregeld van A tot Z en dat was wel belangrijk voor ons. Maar ook wat zijn milieubewuste aanpak betreft geeft de Ford-verdeler het voorbeeld. Hij investeert zwaar in de productie van groene energie en de compensatie van zijn eigen CO2-uitstoot. Niet voor niks kozen bedrijven als Aquafin, De Watergroep, de Vlaamse overheid, Volker Wessels, Groven Plus en zoveel anderen voor de diensten van Waasland Automotive. De diensten van AND Trucks en Trailers gaan van ontwerp en ombouw, aankoop, herstelling, tweedehandsvoertuigen en tot zelfs verhuur. En ze beschikken hiervoor over een aanzienlijke vloot van jonge eigen opleggers, waardoor het vrijwel iedere gewenste oplegger kan verhuren. En de trailers die kunnen zowel gehuurd worden voor een korte tijd als voor een langere periode. En er is zelfs een mogelijkheid tot huurkoop. En net zoals zij is het volgende bedrijf een allesomvattende dienstverlener. Shaping Transport Collaboration for a Better World. Dat is de visie waarvoor Alpega staat. Zo brengt Alpega softwareoplossingen voor de logistieke sector, waarmee het verladers, logistieke dienstverleners en vervoerders makkelijker laat samenwerken. Alpega ontstond als merk een jaar geleden en slaagde er reeds in om door enkele gerichte overnames de krachten van meerdere gerenommeerde softwareoplossingen te bundelen. Met merken als Teleroute, W-Transnet en 123 Cargo biedt Alpega een leading internationale marketplace voor vrachtuitwisselingen met het grootste Europees netwerk van meer dan 70.000 transporteurs. Daarnaast zet Alpega transportmanagement software in de markt die verladers toelaat hun transportorders te sourcen, te plannen, uit te voeren, op te volgen en tot slot te analyseren. Door de merken als Transwide, iNet, TAS en Tender Easy samen te brengen, steunt Alpega op meer dan 20 jaar ervaring in end-to-end TMS-oplossingen die op maat van de klant gecombineerd worden. Alpega is de enige fournisseur van solutions logicielles voor het transport en de logistiek die combineert à la fois ce qu'on appelle des TMS, Transport Management Software, et des places de marché ou fret exchange. Nous croyons éminemment que l'optimisation du transport d'une façon générale ne pourra se faire que grâce à une meilleure collaboration entre tous les différents intervenants, qu'ils soient chargeurs, logisticiens ou transporteurs. Pouvoir combiner l'ensemble de ces solutions permet de mieux optimiser l'ensemble des réseaux logistiques. Alpega est actif in maar liefst 80 landen en heeft meer dan 600 personeelsleden op de payroll staan. Het levert geïntegreerde end-to-end oplossingen op maat voor ondernemingen die actief zijn in transport en logistiek. Alors, je dirais trois caractéristiques principales pour Alpega. La première, c'est que nous intégrons ce qu'on appelle de best-of-breed solutions.
c'est-à-dire des solutions qui sont très très fortes dans leur domaine spécifique, et nous les intégrons de façon le plus simple possible pour nos clients. Et toutes ces solutions sont ce qu'on appelle en mode SaaS, Software as a Service, ce qui fait qu'elles sont très faciles à connecter. Quand on combine ces trois points clés d'Alpega, nous pensons vraiment être en position unique pour générer de la collaboration entre tous les intervenants dans le secteur du transport. Op vraag van de klant kan Alpega ook grondige analyses uitvoeren. Dit gaat van eenvoudige handelingen zoals het exporteren van een databank over een analytische rapportering tot predictieve analyses om zowel de vraag als de prijzen op de markt te voorspellen en de evolutie van bepaalde business KPI's. L'avantage de nos plateformes, on va plus loin dans la mesure où on permet de créer des connexions entre les différents intervenants. Donc il y a à la fois des avantages qui sont liés de façon première au processus de gestion du transport en lui-même. L'augmentation de la qualité de ce processus permet à la fois aux chargeurs et aux transporteurs de renforcer leur positionnement commercial sur le marché. Alpega helpt klanten de kwaliteit van hun logistieke activiteiten te verhogen en tegelijkertijd een significante kostenbesparing te realiseren door op zeer korte tijd efficiëntere processen en tools te implementeren. Hierdoor levert Alpega oplossingen met een hoge return on investment en een terugverdientijd van minder dan 1 jaar. Alpega. Shaping Transport Collaboration. A&D Trucks & Trailers zorgt 24 op 24, 7 dagen op 7 voor trailerdienst. En dit omvat alle soorten depannages op locatie, zowel nationaal als internationaal. En onze transporttip van deze uitzending gaat dan ook niet toevallig over depannages. Een transporteur die verzekert meestal zijn vrachtwagen en de lading. Sinds begin dit jaar kan een transporteur bij Baloise Insurance ook verzekeringen afsluiten voor machinebreuk, voor bijstand en een rechtsbijstandsverzekering op maat om zich beter te beschermen. Bijstand na ongeval bestaat al sinds meer dan 20 jaar voor personenwagens en bestelwagens. Deze gratis bijstand die verlenen wij nu ook aan alle trucks die wij verzekeren in BA-motorrijtuigen. Heeft de transporteur bovendien ook de uitgebreide bijstand genomen, dan sturen wij ook een pechverlener in geval van pech of lekke band. En wij verlenen onze bijstand ook in het buitenland. Breukverzekering verzekert toestellen die op een vrachtwagen of een aanhangwagen staan of hangen. Bijvoorbeeld een kraan of een meeneemheftruck. Die toestellen zijn in het verkeer verzekerd in Omnium, net als het voertuig. En natuurlijk ook voor schade die ontstaat wanneer het toestel wordt gebruikt als toestel. Al deze verzekeringen ontzorgen de vrachtvervoerders, zodat transportfirma's zich volledig kunnen concentreren op hun kerntaken. Alle opleggers en opgebouwde voertuigen van A&D Trucks & Trailers zijn ontworpen en gebouwd voor duurzaam en intensief gebruik en beschikbaar in verschillende varianten en afmetingen. Dit elk voor hun toepassingen. En de voertuigen die worden uiteraard voorzien van een Europese typegoedkeuring. Over goedkeuring gesproken, de Van Day die was ook goedgekeurd. Van Day, editie nummer 7, was dus wederom een groot succes. Ford stelde samen met JNT Autolease en Transportmedia haar uitgebreide pool van bestelwagens voor aan een professioneel publiek van fleet owners. Bij Ford draait eigenlijk alles rond vernieuwing. We hebben een nieuwe visie. Een nieuwe visie die inspeelt op de nieuwe tendensen van de markt. Het zijn vooral alternatieve aandrijvingen. We willen een vaste speler worden, ook op hybride, met hybride voertuigen. En eigenlijk is dit een heel mooi voorbeeld van hetgeen wat we willen brengen. Goede producten, dicht bij de leasingmaatschappij. Een ideale partner met JNT Autolease. En ja, terug dat contact heropbouwen met de klanten om die nieuwe visie samen met een nieuw fleet team uit te bouwen. Wel, wij hebben een zeer uitgebreid gamma bedrijfsvoertuigen, van de kleine Transit Courier naar de Transit Connect, Transit Custom, Transit 2 ton, chassis cabines. En van al die producten zijn er ook afgeleiden voor personenvervoer. En dat zijn dan onze Tourneo modellen.
We zijn marktleider in Europa voor het derde opeenvolgende jaar. Het ziet er naar uit dat we dit gaan herhalen voor het vierde jaar. En ook wat betreft de Ranger pick-up truck zijn wij zeer tevreden dat hij voor het vijfde jaar op reis segmentleider is. Wij hebben zo net op de autoshow in Hannover onze nieuwe producten voor de toekomst aangekondigd. Voor eerst de nieuwe Transit 2 ton, de nieuwe Ranger met het paradepaard, de Ranger Raptor. En voor volgend jaar ook op de Belgische markt de Transit Custom met plug-in hybrid. Voor J&T Autolease is het intussen al de zevende keer dat ze een Van Day organiseren. De zevende keer Van Day, eindelijk voort kunnen strikken. Om de een of andere reden is het de vorige keren niet gelukt. Maar Ford is echt wel een bevoorrechte partner om mee samen te werken. Om naar onze klanten te kunnen gaan. Zij denken met ons mee, wij denken met hun mee. En samen kunnen wij onze klant een product aanbieden dat precies in zijn plaatje past. Bij Ford noemt men camionetten, dan denken we aan een Transit. Maar Ford heeft veel meer dan een Transit alleen. En dat gaan we vandaag ontdekken. Met al onze klanten, relaties. In een heel mooi kader dat we uitgestippeld hebben. En dat belooft weer een hele superdag te worden. Ze gaan kunnen zien dat de camionet van nu eigenlijk een personenwagen is. Maar er is wel ruimte om te laden en te lossen om hun materiaal mee te vervoeren. Dus Van Day is voor ons en voor onze klanten zeker belangrijk. De Van Day-route leidde de vlootbeheerders doorheen Lommel met als ultieme stopplaats het Ford Testcircuit. Camera's helaas niet toegelaten hier. Wel, het heeft mij aangenaam verrast. Ik had bij momenten het gevoel dat ik op de kermis zat. Nee, het was een heel leuke ervaring om iets te doen. Ik ben absoluut geen autokenner. Ik had mij niks ingebeeld bij deze dag, dus het bevalt mij super goed. Nee, wij werken heel vaak samen met J&T. Dus we hadden de uitnodiging gekregen. En meestal ga ik niet mee naar dat soort events. Maar ik dacht vandaag, wel, laten we het eens voor één keer doen. Dus ik ben wel blij dat dan met zo'n leuke activiteit er nog bij is. Zeker een aanrader. Leuk om te zien en mee te maken. Interessant wat er allemaal gebeurt in de auto, voordat hij überhaupt de weg komt. Leuk om een keer een week zelf te doen. Dus ik ga het vragen of het mag. Onze bestelwagens maken vooral snelwegkilometers. Dus het comfort voor de chauffeur is heel belangrijk. Het verbruik en de onderhoudskosten. Ik denk dat dat wel goed zit. Ford lanceerde zo pas ook de e-Pass Connect. Een nieuwe digitale toepassing om nog meer rendement uit de voertuigen te halen. E-Pass Connect is een nieuwe toepassing die binnenkort in al onze bedrijfsvoertuigen standaard zal gemonteerd worden. Momenteel is het standaard op Connect, dat is het eerste voertuig dat daarmee gelanceerd wordt, maar het komt op alle bedrijfsvoertuigen. Het biedt aan onze klanten een nieuwe mobiliteitsoplossing. Er zal een live update zijn van het GPS-systeem. We hebben al een heel geavanceerd GPS-systeem. We gaan nog een stap verder en met live updates die om de 2 minuten zullen plaatsvinden. Dit systeem zal dan ook suggesties doen om de kortste weg naar uw klanten voor uw route te vinden. Ten derde heb je dan ook nog allerlei toepassingen door connectie te maken met de mobiele telefoon. Hier ga je dus de applicatie opladen en dan zal je bijvoorbeeld de status van je voertuig kunnen nagaan van op afstand. Het zal ook mogelijk zijn het voertuig te openen en te sluiten van op afstand. Tegenwoordig met delivery, de pakjesdiensten die iets komen leveren, de wagen staat ergens op de werf, wel, je kan die makkelijk van op afstand gaan openmaken. Dus echt mobiliteitsoplossingen, meer luxe, meer veiligheid en een beter vlietbeheer. Na een boeiende dag met veel nieuwigheden sluiten de vlootbeheerders traditioneel af met een uitgebreid diner. En dat werd, net zoals de hele Van Day, goed bevonden. Ja, A&D biedt ook oplossingen voor geconditioneerd vervoer. En hiervoor wordt samengewerkt met Frappa, een referentie in de sector. En onlangs werd nog dit voertuig met cryogeengroep afgeleverd aan Noyer s'nachts voor de dagelijkse distributie. En dat was echt een primeur in België. Nu, zoals in elke uitzending gaat de Putter & Co. op zoek naar een nieuwe trendsetter. En hij vond er eentje die u zeker niet koud zal laten. Voor de trendsetter in transport zijn we hier in Noord-Limburg beland, bij Dillissen Logistics. Carlo Dillissen, geboeid door transport en logistiek,
richtte het bedrijf in 1995 op en is met een 80-tal medewerkers en een 42 eigen motorvoertuigen een van de grotere in de regio. Willissen biedt transportoplossingen op verschillende domeinen. Zo worden huiftrailers ingezet voor het vervoer van volle en deelladingen over heel Europa, plateauwagens voor het transport van bouwmaterialen in de Benelux, verder zijn er containerchassis voor het transport van en naar de Antwerpse haven. Deze containers worden hierin overpeld, gestuft voor verscheping of gestript en gestockeerd voor latere distributie. Vervolgens beschikt men over 33.000 vierkante meter magazijnen en nog eens 15.000 vierkante meter niet overdekte ruimte. Naast containerhandling en opslag verzorgt men value-added services zoals het herverpakken, etiketteren, orderpikken en douaneafhandeling van de goederen. Een terechte trendsetter. A&D is in volle groei en dat laat zich zien. Vorig jaar investeerden ze hier nog in de bouw van nieuwe bureaus en een werkplaats met als doel de beste te zijn in de sector. En de beste zijn, dat is ook het doel in de volgende rubriek. We are champions. Dit gebeurde vorige keer in We are champions. Ilse Daams reed voor het eerst met een truck en moest meteen door een slalomparcours. En dit met bokshandschoenen aan. Ilse kon hierbij niet uitlopen op haar twee uitdagers, maar desalniettemin toch een buikenprestatie van de CEO van Vervoer Verhagen. Vincent Bronlet wist de Iveco Daily dan weer feilloos doorheen het parcours te leiden en verloor daarbij geen water. Veel bonuspunten dus voor de zaakvoerder van MB Manutention et Transport. Manu Opzomer wou een goede score neerzetten bij de eendjes van Fassi, maar hij moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Bronlet. De derde uitzending van We Are Champions zal bepalen wie er als winnaar naar huis gaat. Manu Opzomer, logistic manager Remy Trans. Vincent Bronlet, zaakvoerder MB Manutention et Transport. Ilse Daams, CEO Vervoer Verhagen. We zijn aan de derde en meteen laatste uitzending van We Are Champions. En die gaat bepalen wie met de eer gaat lopen. Vincent zit klaar om de proef te doen met de Volvo truck. Ilse gaat eendjes vangen met de Fassi-kraan. En Manu gaat voetballen met de Iveco. Let's go! Ilse Daams mag de spits afbijten. Maar wat is haar ervaring met eendjes vangen met de grote Fassi-kraan? Op de kermis. Ik denk dat dat de enige ervaring is dat ik daarmee heb met eendjes te vangen. Dus verder geen ervaring, nee. Fassi staat voor precisie. Eendjes vangen met een armlengte van bijna 15 meter moet dus mogelijk zijn. Ilse heeft 5 minuten de tijd om zoveel mogelijk eenden te vangen. Ilse is de rust zelf en probeert zich te focussen op één eendje. Maar dit verloopt moeilijker dan gedacht. Ilse krijgt geen grip op de eendjes en stoot er zelfs een paar omver. Maar dan heeft ze toch haar eerste eendje te pakken. De tijd dringt en nu zal het snel moeten gaan. Maar het blijft bij één eendje. Ja, dat was inderdaad wel een beetje moeilijker. Plus, pollen zijn ondertussen ijskoud. En je weet niet welke bediening voor was dat, dus je moet een beetje zoeken. Het reageerde ook vrij traag. En ja, dat maakt dat je natuurlijk wel langer. Ik heb er enkele omgestoten, dus naar een ander eentje gegaan. Maar maakt wel dat je tijd verliest natuurlijk. Tweede in de rij is Manu Opzomer. Met de Daily CNG dient hij een slalomparcours af te leggen zonder water te verliezen. Want Iveco streeft altijd naar duurzaamheid. Manu is relaxed en legt een foutloos parcours af. Nu de bal nog onder de Iveco-boog krijgen. Maar hij mist. Manu verliest hierdoor kostbare punten, waardoor Bronlet kan uitlopen. Oh ja, dat was oké. Dat was eigenlijk een beetje makkelijker dan ik dacht. Ik had eigenlijk verwacht dat dat water toch wel een grotere rol ging spelen. Dat wil misschien zeggen dat dat een vlot voertuig is. Maar eigenlijk, ja, die kuip was gevuld tot boven. Ik had eigenlijk verwacht dat dat toch meer problemen ging opleveren dan dat het uiteindelijk voor ons allemaal opgeleverd heeft. Vincent Bronlet heeft nu alles zelf in handen. Als hij een goede opdracht aflegt, wint hij deze We Are Champions rubriek. C'est la première fois pour moi de un circuit pareil, donc on verra bien. Met de Volvo truck dient hij een slalomparcours af te leggen met bokshandschoenen. In
In de slotrun moet hij zo dicht mogelijk bij de finish trachten te stoppen. Al bedoelen we hier rollen mee, want hij mag de rem niet gebruiken. Volvo Trucks Dynamic Steering en iRoll moeten hem daarbij helpen. Vincent gebruikt zijn ervaring als vrachtwagenchauffeur en zit op schema om een goede tijd neer te zetten. Nu nog zoveel mogelijk punten scoren met de uitrolopdracht. Vincent wil risico nemen en houdt het gaspedaal langer in dan zijn collega. En dat loopt helemaal mis. Voilà, le feeling n'a pas arrangé les choses. J'ai mal estimé et d'ailleurs je suis même surpris de la vitesse que le camion a gardé. Et voilà, j'ai foncé dans le mur. We Are Champions zit in zijn ontknoping. De jury telt nog even de punten na en dan weten we wie de allereerste editie van de nieuwe rubriek van Transport en VentTV op zijn naam schrijft. Maar wat vonden de kandidaten er eigenlijk zelf van? Was het spannend? Ja, ik vond dat wel. Ik denk vooral die laatste proef, omdat je dan toch daarin opgaat op dat moment. Ja, dat maakt het wel inderdaad een beetje spannend. Maar de rest heb ik eigenlijk vooral genoten van alles. Het was super tof, echt waar. Dat was een toffe proef. Hoe gaan we zien? Ça s'est bien passé, bien terminé. Pas sur la fin, mais... Jury, wat vonden jullie er eigenlijk van? De eerste keer voor Ilsen is uiteraard schitterend gegaan. Zij is niet gewoon om met een kraan te werken. En het vraagt toch wel enkele vaardigheden, zoals souplesse en nauwkeurigheid van aansturen van een kraan. Maar niet te min chapeau. Manu heeft dat goed gedaan. Hij was wel ietsje harder aan het rijden dan de andere kandidaten. Natuurlijk gelinkt aan het feit dat hij wou winnen. Vincent die is direct begonnen met de proef, maar die was heel voorzichtig. En door zijn voorzichtigheid heeft hij in feite de proef op een goede manier afgelegd. In eerste instantie was hij te dicht bij de eerste kegel, maar die had dat direct gezien. En dan is hij heel voorzichtig, heeft hij zijn fout hersteld en is hij heel voorzichtig door de slalom gereden. Goed, hou ons niet langer in spanning. Wie wint de eerste editie van We Are Champions 2018? Vincent, proficiat. Proficiat. Ook de andere, proficiat. Ja, dank u. Proficiat. Dank u. Oui, je suis content d'avoir gagné. Contre un grand transporteur comme Ré Mitras et Verhagen. Proficiat. Dank u. Merci. Vincent. Félicitations. Merci. Proficiat. Jury. Proficiat. Dank u wel. Ja, een prachtige overwinning. En dat is ook meteen het einde van deze goed gevulde uitzending van op een toch wel inspirerende locatie. Ik neem het veel pijn in het hart afscheid van u, maar we zien u graag een volgende keer terug hier bij Transport en VentTV. Tot dan! Putter & Co. Uw partner voor managementadvies, recrutering, overname- en fusiebegeleiding en logistieke consulting.